vandaag een lekkere, frisse smoothie maken. Maar wel eentje die heel goed is voor de weerstand. Want we gaan lekker veel granaatappel erin doen. Een granaatappel is heel goed voor de weerstand. Veel vitamines, veel antioxidanten. Maar helpt ook tegen vroegtijdige veroudering. Helpt ook tegen tandplak. En het helpt ook bij vrouwen in de menopauze. Dus dames, opgelet. Daarnaast doen we er lekker ananas in. Ananas zit boordevol veel goede enzymen die de spijsvertering bevorderen. Natuurlijk avocado, jullie weten het, ik ben er dol op. En er moet ook een beetje iets van vet in. Dus je kan kiezen tussen kokosvet bijvoorbeeld of een lekkere halve avocado. Daarnaast een beetje limoen om hem wat frisser te maken. En de basis is niet dit keer spinazie of boerenkool, maar gewoon lekkere sla. Dit maakt hem heel fris. En dan doe ik er ook nog een klein beetje kurkuma bij. Dat is een familie van de gember. Alleen dan nog veel sterker. En dit is echt dé ontstekingsremmer. Dus als je een griepje hebt of je hebt last van je gewrichten of eczeem of wat dan ook, raad ik je aan om heel veel kurkuma te gebruiken. Deze kun je zowel juicen als in de blender gooien. Nou, dan gaan we beginnen. Ik doe eerst lekker de ananas erin. Ja, qua verhoudingen kan je zelf een beetje aanvoelen hoeveel je wil doen en voor hoeveel personen je maakt. Dan de granaatappel. Nou, koop je die er natuurlijk zo uit. Snij je door midden en haal je lekker de pitjes eruit. Pitjes zijn zo gezond, dus die doe je erin. Dus niet de hele granaatappel. Nou, dan doe ik een paar blaadjes sla er doorheen. Ik heb gekozen voor romaine-sla. Die vind ik altijd lekker. Die heeft ook een beetje een stevige bite. Nou, een stukje kurkuma. Je kan hem schillen. Mag ook met schillen al. Let wel op, want je handen worden er wel een beetje oranje van. Maar echt ongelooflijk gezond. En natuurlijk mijn favoriete avocado. Een halve is echt meer dan genoeg voor twee personen. Want hij moet ook nog wel een beetje te drinken blijven. En dan pers ik gewoon zelf even een klein beetje limoensap er zo uit met de hand. Deze blender heeft zoveel toeren, waardoor het dus heel snel draait. Waardoor alle vitamines er heel goed in bewaard blijven. Dat is eigenlijk het grootste verschil met een gewone blender. Dus, en hij maakt af en toe een beetje lawaai, maar. Als nou niet alles in één keer goed mengt, dan duw je hem even aan op deze manier. Nou, ik heb nu een heerlijke, beetje dikke smoothie gemaakt. Maar ja, jullie weten, daar hou ik van. Maar eigenlijk is deze blender een volwaardige keukenmachine. Want je kan er ijs mee crushen, je kan er granen mee malen, je kan er je groenten mee malen. Je kan er lekker soepjes in maken, dat doe ik ook heel vaak. Bijvoorbeeld een lekkere gazpacho, dat is ook een beetje deze dikte. En voor nu een light green shake en super gezond. Cheers! Hij is echt heel lekker fris.